Welkom bij Topnames. Goedenavond. Iedere week tegenwoordig uit het Freedom Lab in Amsterdam. De gast vandaag is Niels Winters. Niels, je bent van Jury Blocks. Wat doen jullie? Wij maken een systeem waarmee de advocatuur, of in ieder geval de juridische branche, gemakkelijk vooruit kan. Zonder dat je al te veel tijd kwijt bent met het opstellen van documenten, ben je nou in een paar minuten heb je een arbeidsovereenkomst of een NDA. Dus je maakt eigenlijk mensen overbodig? Nou, dat wil ik nog niet helemaal zeggen, maar je kan sneller werken. Laat ik het daarop houden. Ja, ja. Maar het is wel dan duidelijk vanuit het idee dat juridische documenten over het algemeen grootste gedeelte standaard documenten zijn. Ja. Als ik kijk naar de hoeveelheid standaardwerk in een vrij standaard contract, zie je ongeveer 95% is standaardwerk en 5% is maatwerk. Dus waarom zou je die 95% dan niet gaan automatiseren? Vanuit die gedachte zijn we eigenlijk ook begonnen om de software te ontwikkelen. We zijn begonnen vanuit ICT-recht, een juridisch adviesbureau op het gebied van ICT. Waar we daar eigenlijk tegenaan lopen is dat er heel vaak werd gevraagd van heb je nog een NDA'tje voor me? Die heb je toch wel ergens op de plank liggen. Nou ja, goed, misschien is dat wel zo. We hebben wel een aantal templates liggen, maar er moet altijd wel wat aan gebeuren. Dus er zit toch altijd nogal een stukje maatwerk aan. Maar ja, goed, we konden het dan niet binnen een uur leveren bijvoorbeeld. Die vraag iedere keer was uiteindelijk de aanleiding om te gaan kijken van kunnen we dat dan niet automatiseren. Ja, en maken jullie dit nu voor de juridische sector? Dus, of is het ook voor het algemeen publiek beschikbaar? Nou, want ik heb ook heel veel NDA's moeten tekenen in mijn leven en ze ook op moeten stellen. Maar ik ging daar echt niet met onze jurist voor lastig vallen. Nee. Ik had op een gegeven moment in mijn eigen computer gewoon een Word documentje met onze standaard NDA. Mm-hmm, ik zeg, ik heb hem zelf. Ja. En het is find and replace naam. Ja, precies. NDA. Dus ik kan me voorstellen dat het juist heel interessant is voor het gewone publiek. Het is ook want dan heb je heel die advocaten en die lui die heb je niet nodig. Die allemaal op poot uitdraaien, heb je allemaal niet meer nodig voor wat je zelf noemt 95% standaard. Ja, goed, wat het is, we richten ons wel op de grotere bedrijven, zeg maar. Dus sowieso de advocatuur, notariaat, maar ook. Maar dat zijn dan wel de juridische afdelingen ja, van de grote. Ja, precies. Dus als een inkoper bijvoorbeeld bezig gaat, of een juridische afdeling van een groot bedrijf, die werkt natuurlijk ook heel vaak met hun eigen standaardmodellen. Als je die consistent uit je eigen systeem kan halen, dan maak je dus ook minder fouten. En ons systeem is er eigenlijk zo op gericht dat op het moment dat er bijvoorbeeld wetgeving wijzigt, dan kunnen we met één druk op de knop eigenlijk zeggen van nou ja, die template die moet gewijzigd worden. En daarmee eigenlijk ook de hele rits aan documenten die er eerder uit is gerold. Dus dat is het idee eigenlijk. Je kan veel consistenter werken. Ja. En dat is een ondersteunend middel voor de juridische branche, of tenminste de juristen. Hey, als je zegt, we automatiseren het. Het stuk wat ik snap, dat je zegt van 95% is hetzelfde. Maar geef je dan aan het begin, krijg ik een pagina voor me waar ik een aantal dingen moet invullen. En er komt dan een document aan op de juiste plaats. En staat de naam ingevuld, dat soort zaken. Ja, wat het is dat we hebben een vrij open systeem. Dus het is een systeem dat eigenlijk alleen de technologie aanbiedt. Je kan zelf je templates erin zetten. Zoals je weet, misschien de juristen zijn vrij eigenwijs. Houden vaak van hun eigen modellen. Als ze gebruik moeten maken van andere modellen van anderen, dan wordt het vaak al wat spannender en is het minder interessant. Kijk, dus je levert zelf niet de templates, maar je levert eigenlijk de techniek om templates in op te slaan, te bewerken. Daarnaast leveren we wel als ICT'ers zijn er wel weer de kennis voor het ICT-vlak. Dus dat kunnen we daarnaast nog leveren. Ja. Dus we hebben het zo opgezet dat we vrijwel alle kanten op kunnen. We hebben het ook zo opgezet dat, stel je voor een advocaatkantoor op het gebied van arbeidsrecht, die wilde mee aan de slag. Maar die wilde eigenlijk ook graag de kennis delen, dus hun eigen templates delen. Dan kunnen ze dat ook doen. Dus dan kunnen ze ook zeggen van, nou goed, ik wil mijn templates die ik gemaakt heb binnen het systeem, wil ik delen met anderen. Dus we hebben het als een soort van open systeem neergezet. Het is niet zo dat iedereen altijd gebruik kan maken van elkaars templates, maar daar kan je zelf voor kiezen. En daar hangt dan natuurlijk ook een verdienmodel aan vast. Ja, een ander mag dan jou. Jij krijgt een vergoeding voor als een ander jouw template gebruikt. Ja, precies. Jullie hebben gekozen voor een cloud platform, software as a service. Ik denk met name omdat, als ik het zo zie, dan is een van de toch wel unique selling points, is dat jullie
templates, dus jullie standaard contracten, zodra er verandering van wetgeving is, zich aanpassen. Dus ja. Jullie zijn denk ik zelf een groot gedeelte van je tijd kwijt met het up-to-date houden van die modules. Ja. Ja. Om die juridisch op de juiste manier te formuleren, zodat iedereen daar direct profijt van heeft. Precies, ja, wel op het gebied van ICT. Want ja, op het gebied van arbeidsrecht bijvoorbeeld, of van huurrecht, of noem maar een andere tak. Daar zijn we gewoon geen specialisten op dat gebied. Ja. Dus daarvoor hebben we kennispartners of ja, kan een afnemer daar zelf mee aan de gang. Als je zelf een groot kantoor hebt, kan je ervoor zorgen dat iedereen met de consistente templates werkt. Ja, als je het rijtje kijkt van welke beroepen worden er in de toekomst overbodig, je kent die rijtjes wel, ja. Dan kom je meestal wel tegen dat een deel van de banen in ieder geval in de contractsfeer, of dat nu juristen... Ik hoorde net 95%. Van de mensen wordt overbodig. Ja. Standaardwerk, dus dat kan je zo uitleggen. Daar zijn inderdaad de meeste bang voor. En, wees nou eerlijk, dat is toch ook zo? Weet je, een notaris die doet toch niks anders dan een standaard koopcontract het adres te veranderen. Ik heb ooit een samenlevingscontract afgesloten. En toen dacht ik ook van... Weet je, iets te veel betaald. Ja. Nee, maar sterker nog, in alles wat je doet. Of het nou, ik ben dan toevallig betrokken bij een vereniging waar ik voorzitter van ben. Ja. Ja, weet je, als je je statuten wil opstellen en je laat het door een notaris doen, dan ben je bakken met geld kwijt. Als je gewoon de openbare statuten van een vergelijkbare vereniging zou pakken. Mm-hmm. En je denkt, nou, dat bevalt me allemaal wel. Die hebben namelijk de notaris al betaald. Dan is het toch copy-paste en je bent toch klaar? Vaak wel. Ja, dat is zeker waar. En daarop zijn we natuurlijk ook gewoon ingesprongen. Daar spreken we. Ja, uiteraard. Alleen, ik vind het hartstikke goed. Ja. Ja. Moet dat gebeuren? Moet dat gebeuren? Want ja, iedereen die werkt nog, of tenminste... Maar daarmee, even terug nog naar Evans' punt, daarmee wordt natuurlijk wel een gedeelte van dit soort dienstverlening wordt overbodig. Of het echt overbodig wordt, dat vraag ik me af. Kijk, er is altijd kennis nodig. Wat is dan nog de toegevoegde waarde? De toegevoegde waarde is dat stukje meerwerk. Dat stukje maatwerk wat je nodig hebt. Het invullen van het juiste adres? Ja, ook. Maar nog niet alles kan je vervatten in een template. Dat is dus... Geef eens een voorbeeld wat je dan niet kunt vervatten. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar een complex overnamecontract. Dat is dan die 5% van de dingen... Je zou het op twee manieren kunnen zien. Je zou het natuurlijk ook kunnen zien dat ieder document 95% standaardwerk is. En de 5% is invulwerk of het is de situatie. Dus daar zit het verschil in. Maar of die 95% ook gelijk getrokken kan worden over alle werkzaamheden, dat weet ik zo niet. Kijk, er blijft natuurlijk altijd kennis nodig om erin te blijven stoppen, om de templates te maken, om die goed te kunnen formuleren. En om dat bij te houden. Daar gaat misschien nog wel meer tijd in zitten dan alleen het opstellen daarvan. Ja, denk ik ook. Daar heb je gewoon de goed opgeleide juristen voor nodig om ervoor te zorgen dat consistent is. Nu is het wel zo dat je met dit systeem minder mensen nodig hebt om dat te kunnen doen. Maar het blijft wel dat op het moment dat je een traject ingaat, een overnametraject bijvoorbeeld, dan zou je toch net iets meer nodig hebben dan alleen een contract. Tuurlijk, maar dat zijn per definitie vrij gecompliceerde precies. Overnames. Ja. Maar daar zijn jullie ook daar zijn jullie sowieso de oplossing niet voor, denk ik wel. Nee, want jullie richten je toch ook juist op het standaardwerk. Ja, precies. En dat is iets waar gewoon te lang eigenlijk niks in gebeurd is. Ergens in 1997 geloof ik, ik heb het laatst nog opgezocht, werd er al gesproken over het gebruik van documentgeneratoren. Of in ieder geval het gebruik van slimme tools om dit op te zetten. Maar sinds die tijd is er gewoon helemaal niks gebeurd. Dat is ook wel grappig, want we hebben hier al voor de uitzending altijd... maken we even foto's van de gasten. Mm-hmm. Dat doet Guido van Nispen, onze huisfotograaf. En in zijn vrije tijd trouwens directeur van de ANP. Ja, als hij geen tijd voor ons heeft. Hij vraagt altijd onze gasten wat mee te nemen. En jij hebt die oude Sharp P7000 uit 1984 meegenomen. Ja, met een 2,5 1/4 inch floppy drives. Ja, dat is een gaaf ding. Fantastisch ding. Ja. En toen je binnenkwam zei je, dit is eigenlijk waar de juridische wereld zich nog bevindt. Ja, ja, ja. In dit tijdperk. Als je kijkt naar de... Nou, misschien is het nog wel erger trouwens. Ik dacht dat je nou ging... als je dan kijkt naar de juristen die... Of tenminste, juristen of advocaten die soms nog bandjes inspreken om... secretaresse een e-mail op te laten stellen. Ja, en artsen doen het ook nog steeds. Maar is dat nou nog nodig? Ja. Is dat nou nog nodig? En als ze zo'n ding zien, dan kijken ze naar en dan denk ik,
ga er wat mee doen. En, dat is maar is, jullie grootste, is een groot probleem van jullie dan cultuur? Dat je mensen moet uitleggen, denk, eigenlijk niet zozeer wat je techniek kan, maar dat je mensen moet uitleggen dat we in een andere tijd aan het landen zijn? Als je kijkt naar het enthousiasme waarmee je ontvangen wordt, daar is ontzettend veel enthousiasme voor. Alleen de angst om het te implementeren is nog groter, of tenminste die is groot. En nog wel het moeilijkste om ervoor te zorgen dat de cultuur binnen een bedrijf, om die te veranderen en iedereen in plaats van de ganzenveer wil ik het nog niet noemen, maar in plaats van een bandje in te spreken en een computersysteem te gebruiken, ja, dat is het moeilijkste. Dat zit er al jarenlang, zit het er alleen om het op die manier te doen. En anders, ja, dan kan ik mijn uren niet schrijven. En dat is juist ook iets wat daarmee speelt. Dat is ook een beetje waar ik aan appelleer. Hè? Van dat gevoel krijg je vaak. Ja, ja, zeker. Want als je belt, dan moet je afrekenen per 6 minuten. Ja. Dat is ook iets wat we met ICTR bijvoorbeeld altijd al tegen hebben willen spreken. Je kan prima een fixed fee hangen op een document. Als wij inschatten hoeveel tijd het kost om een document op te stellen of in ieder geval een bepaald traject aan te gaan. Ja, als wij meer tijd kwijt zijn, dan zijn die kosten maar voor ons. Zo simpel is dat. En dat is veel commerciëler gedacht. Het is allemaal niet meer gebaseerd op tijd. Die minuten zijn niet schaalbaar, hè? Dan is dan is echt 6 minuten iedere keer aftikken. Ja. Ja, wat ik zelf heel erg vond toen ik me verdiepte in wat jullie doen. Mm-hmm. Denk van het automatiseren en het werken met templates voor documenten. Oké. Weet je wel, dat is eigenlijk logisch. Vroeger had je die documentengeneratoren al. En, weet je, dat bestaat eigenlijk al best een tijd. Wat ik echt interessant vond, is dat je ook zegt van op het moment dat een contract of een document verouderd is, omdat er iets in de wetgeving verandert, dat je, omdat je die documenten ook beheert in de cloud, dat je je klanten een alert kunt geven en zeggen van je hebt een contract, weet je wel, lopen, maar dat moet eigenlijk geüpdate worden. Want dat voldoet niet meer aan de... is dat ook waar... Dat de grotere bedrijven daarop aanslaan. Ja, want kijk, documentgeneratoren, laten we eerlijk zijn, die zijn er gewoon al. Die zijn er genoeg. Er zijn genoeg concurrenten op dat gebied. Alleen er zijn, volgens mij in Nederland is er nog geen ander bedrijf die dit kan. Of geen ander systeem dat die laatste, dit kan. Dat laatste, dat updaten. Dat updaten. Dat is eigenlijk het belangrijkste, wat ons systeem kan. En daarbij komt een stukje gemak. Kijk, ieder document bestaat uit zijn onderdeeltjes, dus uit zijn artikelen. Als je het hebt over aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsartikel of een geheimhoudersartikel, je kan je in een arbeidsovereenkomst terug zien komen. Je kan je in een, weet ik veel wat, ander document terug zien komen. We hebben ervoor gezorgd dat dat de basis wordt en niet de template zelf, niet de overeenkomst zelf. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat, stel je moet er iets wijzigen aan die geheimhoudingsbepaling. Dan kunnen dat voor alle documenten die daar ook iets mee te maken hebben. Dus dat geldt dan voor de arbeidsovereenkomst. Zo'n Alinea heeft een code in jullie systeem. Ja. En op het moment dat jullie constateren in jullie centrale database dat die Alinea met die code verandert, dan wordt dat doorgevoerd in alle documenten. Ja, precies. Ja. Maar goed, jullie zijn dus de beheerder van al die documenten. Is dat, hoe overtuig je bedrijven ervan dat het veilig bij jullie is? Wij hebben daarin van tevoren al keuzes gemaakt. Dus we hebben de code juist laten ontwikkelen door een bedrijf die dat heel goed kan. Tenminste, daarvan zijn we overtuigd. Maar ook hebben we ervoor gekozen om het op te slaan bij een hosting provider die voorop loopt in veiligheid. Dus op het moment dat er iets gebeurt qua veiligheid, dan worden wij daarvan op de hoogte gebracht. Er wordt eigenlijk altijd al actie ondernomen voordat wij het gemerkt hebben. En dan krijgen we later een berichtje van, er was een veiligheidsincident, dat hebben we al eventjes voor je opgelost. Dat soort dingen hebben we eigenlijk geregeld om te voorkomen dat het lijkt alsof het een open platform is dat voor iedereen toegankelijk is. En hetzelfde geldt dat we pentests uitvoeren om ervoor te zorgen dat het systeem echt veilig is. En niet alleen dat we beweren dat het veilig is. Dus we kunnen het ook aantonen. Wat zijn jullie belangrijkste concurrenten in de Nederlandse markt? Want ik zag Legal Matters doet iets vergelijkbaars. Die zijn ook bezig met hoe fit is je bedrijf juridisch. Dat onderdeel waarbij jullie alerts geven voor contracten die aflopen of niet meer up-to-date zijn. Dat doet CloudTrack, die hebben we hier ook een keer in de uitzending gehad. Zijn dat concurrenten of zijn er anderen?
Nou ja, wat wij zien, en als je echt heel erg kijkt naar wat is dan een concurrent? Een concurrent vind ik dus is degene die het complete plaatje aanbiedt. En dat hebben we nog niet gevonden. We hebben nog niet een concurrent gevonden die precies hetzelfde kan en op dezelfde manier aanbiedt. Dus dezelfde doelgroep heeft. Want als je kijkt naar Legal Matters bijvoorbeeld, die heeft een andere doelgroep. Die kijkt meer naar het bedrijf zelf en niet naar de advocatuur. Hetzelfde geldt voor een aantal andere online documentgeneratie tools, waarmee je eenmalig een document kan genereren. En bij ons is het er echt op gericht, als je zeg eens 10 keer in de maand bijvoorbeeld een document nodig hebt, dan kan je bij ons het systeem afnemen. Hey, wanneer gaan jullie naar de consumentenmarkt? Maakt die advocaten en die juristen en die notarissen gewoon helemaal overbodig? Ja, nou, die plannen die zijn er uiteraard. Als ik kijk naar het plaatje, dan zullen we daar hoogstwaarschijnlijk binnen nu in 2-3 maanden daarmee mee beginnen. Oké, dat zijn dus hele concrete plannen. Ja, dat zijn zeker concrete plannen. En dat plan is eigenlijk al vanuit ICT-recht. ICT-recht, ja. Daar bieden we het al. Kun je iets meer over vertellen? Hoe ziet dat eruit? Ja, je kan... Abonnementmodel, paper, contract? Nee, dat is het eigenlijk. Ja. Dus je kan het eigenlijk zien als documenten uit de muur. Klanten van ICT-recht eigenlijk, die kunnen naar onze website toe gaan en zeggen van, nou ja, goed, ik heb een set algemene voorwaarden nodig. Nou, prima. Je gaat naar onze pagina toe met documentgeneratoren. Je klikt hem daar aan. Je krijgt een pop-up met een aantal vragen. Dus hoe is jouw situatie? Wat moeten wij van jou weten om om de algemene voorwaarden concreet te maken? Om het hele plaatje compleet te krijgen. En vervolgens kan je afrekenen met Ideal Credit Card of een aantal andere betaalmethodes. En je hebt hem binnen een minuut, 2 minuten in je mailbox zitten. Dat is het hele idee van dat systeem. Dus daarmee wordt... En wat voor soort documenten gaan jullie bieden dan voor die we hebben nu op consumentenmarkt? Ja. De algemene voorwaarden, maar bijvoorbeeld ook dingen als koopcontracten of dat soort dingen? Ja. Dat is zeker de bedoeling om dat aan te bieden. We willen daar ook zeker in, net zoals met Juryblocks, gewoon marktleider worden. Voor Juryblocks hebben we bijvoorbeeld het doel gesteld om in 2020 marktleider te zijn in Europa. Ik heb ook het idee dat het zeker moet gaan lukken. Dan stellen we dat doel natuurlijk ook niet. Maar er is op dit moment nog geen ander bedrijf die dit kan. Dus we moeten ons hier sterk voor maken om veranderingen door te brengen of door te voeren in de juridische sector. Ja. Wat zijn dan je uitdagingen? Per land is recht anders? Ja, alleen kijk, met Juryblocks is het ook zo dat wij maken de technologie. Het stukje juridische, dat komt vanuit partners. Dus ja. het juridische wat nu al in Juryblocks zit, dus het ICT en recht gedeelte, dat komt vanuit ICT-recht. Maar voor de andere sectoren zullen we daar partners in zoeken. Dus als we bijvoorbeeld naar Duitsland of België of verder gaan, dan zullen we daarvoor ook de juiste partners aantrekken om dat voor ons eigenlijk te doen. Ja. Sterker, ik herinner me ineens dat we op Samen Zuidwest zagen we volgens mij een van de panels, of een van de start-ups. Dat was eigenlijk misschien verwant, maar anders. Mm-hmm. Ja, daar stuur je een contract in. Ja. En dan werd die geanalyseerd, zeg maar, waar de waar de verbeterpunten zaten, mm-hmm. waar de zwakke punten zaten. Dat was soort, want alle panels gingen toen over artificial intelligence en wat je ook maar wilde doen. Ja, ja. Dat was de belofte die we daar toen zagen. Hoeveel slimheid kunnen jullie nog in je systeem toevoegen? Want nu zeg je eigenlijk van, zeker als er wetgeving et cetera verandert, mm-hmm. dan spelen we daar een rol in. Ja. Maar hoe kun je bijvoorbeeld een rol spelen, het optimaliseren? Of het, dat willen we wel gaan doen. En het concrete idee is er eigenlijk om te gaan kijken van... Met het maken van die contracten krijg je natuurlijk een hele hoop metadata. En die metadata kunnen we gaan analyseren om ervoor te zorgen dat je op een gegeven moment eigenlijk zelfs niet eens meer die hele vragenlijst hoeft in te vullen. Ja. En dat je gewoon zegt van, dit is de situatie, hiervoor heb ik het nodig. Dus het systeem zal dan aangeven, nou, dan zal dit het antwoord zijn wat je daarop moet geven. Dat je eigenlijk zo kan doorklikken om het juiste document te krijgen. Ik denk ook wel dat het nog veel verder kan gaan. Maar dat is echt iets wat,
nog wel in de kinderschoenen staat. Dus als je kijkt naar echt analyse van documenten en dergelijke. Ja, er zijn ook heel veel andere systemen weer goed in. En ik weet niet of wij dan weer het wiel opnieuw moeten gaan uitvinden. Om zelf de zaken te kunnen gaan regelen. Dit was een beagle. Ja. Een service waarbij je inderdaad contracten kunt uploaden. En dan checken zij of de belangrijke clausules kloppen. Weet je, het is gewoon een check op of ze up-to-date zijn en voldoen aan de laatste eis. Ik heb inderdaad ook nog wel andere systemen gezien. Volgens mij uit de UK. Die kunnen ongeveer hetzelfde inderdaad. Die geven dan aan waar eventueel nog pijnpunten zitten voor nou ja, het contract wat je hebt geüpload. Ik denk wel dat de kracht erin zit op het moment dat je al die systemen bij elkaar zet. Dat een enorm krachtige tool gaat maken. Dus ik sluit ook niet uit dat we met dat soort partijen bijvoorbeeld in zee gaan om te gaan koppelen. En wat ik net ook zei, we zijn sterk in wat we doen. En ik vind niet dat we steeds opnieuw het wiel moeten gaan uitvinden. Dus krachten bundelen vinden wij veel interessanter dan het maken zelf van opnieuw systemen. Ja. Hey, Juryblocks is, je vertelde het al, ontwikkeld vanuit bedrijf ICT-recht, een juridisch adviesbureau. Ja, precies. Zitten er nog andere investeerders in of is het 100% gefinancierd vanuit? Het is gefinancierd vanuit de twee partners van ICT-recht. Okay. Dus het staat eigenlijk naast ICT-recht, staat als een aparte BV. Ja, dat eigenlijk als een start-up daarnaast gezet. Ja, precies. Ja. En het is echt een softwarebedrijf, dus het is ook expliciet daarvoor gekozen om het naast ICT-recht op te zetten en niet afhankelijk te maken van ICT-recht of andersom. Het blijft software, het blijft misschien wat risicovoller of het gaat misschien harder. Uh-huh. Dat weet je niet. En daarom is het ook het idee geweest dat het echt een andere dienst is om het echt ernaast te zetten. Roland zei eerder van, als ik met mijn vereniging iets wil, dan kijk ik gewoon online en kijk naar vergelijkbaar stuk. Op allerlei andere terreinen heb je eigenlijk gezien dat zeg maar, alles wat vrijelijk beschikbaar kan komen, zal vrijelijk beschikbaar komen. Mm-hmm. Welk deel van het soort contracten dat er nu is, of waar jullie voor staan, denk je dat eigenlijk gewoon straks op een andere site staat, waar ik zelf alleen maar mijn gegevens op aan te passen? Ja. Ik denk heel veel. Ik denk misschien ook wel die 95 of misschien zelfs al 100%. Daar gaat het wel naartoe. Ik denk dat de meeste... Want ik heb het eerlijk gezegd met mijn eigen algemene voorwaarden, want wij zijn dan kleine bedrijfjes. Mm-hmm. Kan je ook maar betere algemene voorwaarden hebben. Ja, ik heb gewoon 20 vergelijkbare 1-pitters gekeken wat die hadden. En dan wat gekopieerd en dat, bij elkaar gezet. Dat lees je eens en je denkt, dat klinkt allemaal logisch. Met gezond verstand, ja. En dan doe je wat copy-paste en dan heb je algemene voorwaarden. Ja, ja, en dat is iets waarbij we naartoe willen om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Iedereen kan een nuchtere keuze maken om de juiste bepalingen bij elkaar te zoeken. Maar niet ieder risico, een juridisch risico, is altijd even duidelijk van wat zijn nou de gevolgen. Daarom heb ik ook veel meer het idee dat een tool waarmee je voor zeg eens een euro of 50 een document kan genereren. En daarmee juist wel een goede set hebt. Dat je zelf niet eens meer zin hebt om bij elkaar te gaan zoeken. Ja, en als je dan ook nog garanties erbij krijgt dat het up-to-date gehouden wordt. Dus als er dingen in de wetgeving veranderen, dat het moet aangepast worden, dat je een alert krijgt dat ook gebeurt. Precies, dat is eigenlijk de meerwaarde. En als je dan voor die mensen betalen voor gemak, kwaliteit, dat soort dingen. Ja, en dat is ook iets waarmee je risico's kan afdekken. Ja. Dat is misschien wel het meest belangrijke voor een ondernemer. Hey, heb je kinderen? Nee. Oké, als je kinderen zou krijgen, zou je ze dan adviseren om notaris of jurist te worden? In de zin van, dat vind ik een hele goede vraag. Zijn die eigenlijk banen er nog over 20 jaar? Ik denk zeker niet dat het uit zal sterven. Zoals ik zo straks eigenlijk ook al zei, van, er is eigenlijk altijd kennis nodig om ervoor te zorgen dat dit blijft werken. Het is iets wat voortdurend ontwikkelt. Dat zie je juist ook op het gebied van ICT en recht. Dat is nog niet eens zover dat helemaal uitgekristalliseerd is. Dat moet allemaal nog komen. En voordat dat echt gebeurd is, ik denk dat we echt zeker wel tientallen jaren verder zijn voordat dat klaar is. Alleen denk ik wel dat er ontzettend veel technologie komen om daarbij te ondersteunen. Dus dat,
Dat denk ik zeker. Of ik zou adviseren om juristen of advocaat te worden, ja, vind ik echt een hele lastige vraag. Ik vind mijn vak heel leuk. Ik vind het nog leuker om daar iets verder in te gaan en juist ook het technische daar... technische aspect daarvan te zien. Maar ja, de uitdagingen om in het juridische te zoeken wat voor mogelijkheden er zijn. Op basis van het recht wat er nu is en de ontwikkelingen die er daarnaast gaande zijn. Denk ik dat dat voldoende uitdaging geeft om ook daarvoor de studie te gaan volgen. Ja. En dan Juriblocks, je zei al, jullie willen marktleider zijn / worden. Mm-hmm. Is dat jullie enige ambitie of is het ook world domination, zoals ik ook wel eens hoor bij start-ups? Of wat, waar willen jullie over? We zijn nog iets bescheiden. Over een paar jaar staan. We hebben als eerste doel gesteld om in Europa gewoon goed aan de slag te gaan. We willen eigenlijk ook heel graag verder, natuurlijk. Dat is altijd wel een ambitie. En heel spannend om dat te gaan doen. Is het ook lastig? Want elk land heeft zijn eigen wetten. Kan ik me herinneren van die presentatie op Zuid bij Zuid-West van Beagle. Mm-hmm. Dat het al hele discussie was, want zij waren een Canadese start-up, of dat zomaar... Weet je wel, één op één in de US ook kon werken. Omdat natuurlijk al die clausules en die zijn net, wetten net iets anders. Zijn net weer wat anders. Ja. Nou, kijk, dat punt, dat zie ik niet zo dat daar heel veel problemen ontstaan. Dat je toch altijd wel de partners daarvoor in kan schakelen die je op dat gebied hebt. Ik denk dat het wel lastiger is, vooral op, of in ieder geval in de VS, zijn er toch meer initiatieven op dit gebied. Er zijn initiatieven die... verder zijn dan hier in Europa. Vooral in Nederland lopen we nog behoorlijk achter op het gebied van innovatie in de juridische sector. We hebben dat zelf laatst ook in kaart gebracht met een legal tech map waarin aangegeven is van wat is dan spelend in Nederland. En dan valt het toch wel een beetje tegen als je kijkt naar wat is er dan daadwerkelijk actief. En waardoor dat komt, lastig te zeggen. Ik denk enerzijds dat het heel erg veel te maken heeft met dat de advocatuur er nog niet helemaal klaar voor is. Of dat ze daar nog niet helemaal open voor staan. Maar misschien ook wel dat het nog moet komen. En dat wij sowieso iets achter lopen. Dat kan ook. Ja. Nou ja, het voordeel is dan ook voor bedrijven als jullie. Dus dat betekent dat er mogelijkheden over zijn. Ja, dus dat is positief. Stekel kijkt eventjes naar... De Legal, de legal Tech Map. Heel ontzettend bedankt. En wij vinden het altijd prettig om toekomstige marktleiders in Europa aan tafel te hebben. Want dan kunnen we jou er nog eens een keertje over vragen. Terug. En als we weer een contractje nodig hebben, misschien kunnen we... Kan je altijd bellen. Dan kunnen we altijd even bellen. Dan hoef jij niet meer mezelf te zoeken naar al die algemene voorwaarden. Ja. Heel ontzettend bedankt en veel succes ermee. Dank je wel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live, blijf dan kijken. Want we hebben natuurlijk, zoals altijd, twee uitzendingen. Iedere dinsdagavond. Kijk je on-demand, dan weet je dat je ons hele archief kunt doorspitten. We danken de sponsors en dat zijn 2ML die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je live kan meekijken iedere dinsdagavond. Bier & Co die voor het bier zorgt. Jij wilde een IPA. Een Raging Bitch. Ja. Je mag het zeggen, zeg er altijd even bij, als je het niet lekker vond, maar wat vond je ervan? Ik vond hem perfect. Ja, jij zei dat hij aardig pittig was, pittig moest zijn. Maar ik vond het meer over jou natuurlijk dan. Ja, ik kan wel wat hebben, denk ik. Ik ben een beginner daarin, dus... maar goed, de Raging Bitch is een aanrader. Bier & Co. zorgt ervoor. En Freedom Lab is de plek waar we tegenwoordig vandaan uitzenden. Dankjewel. Dag. Nou, leuk. Jullie ook, bedankt. Echt zo'n verhaal, hoor. Ja. Leuk. Nou, ik wil het een beetje volgen. Ik ben benieuwd dat jullie op de markt komen. Wij maken graag, jij zei het, een grote volgende stap.